hier is eigenlijk mijn reisbegeleider bestaan begonnen. We're ready. Are you ready? Yes. Goedemorgen, beste meereizigers. Terwijl Linda nog even lekker van het Monteverdense zonnetje staat te genieten en mijn haar alle kanten opwaait, gaan wij Monteverde verlaten vandaag. We gaan richting de Pacifische kust. Linda weet van niks. Wederom, we gaan naar Tamarindo. En ik heb zojuist voor vanavond een schildpaddentour geboekt. Dus fingers crossed dat ze ook aan land komen. We gaan op pad, 3 uurtjes rijden. We gaan langs een memorabele plek voor mij. Daar zal ik jullie straks meer over vertellen. En we gaan koffie drinken op een bijzondere plek. Nou, weet je, het is het mooie aan Costa Rica. Waar je ook naartoe gaat, er is altijd wat te doen. Er is altijd wat te zien. Vámonos! Hola guapa, ga je mee? Ja. Waar gaan we naartoe? Ik weet het niet goed. Nou mooi, hou we zo. Zo. Dat is wel een goede gelijk om even te vragen, beste mensen. Zouden jullie het fijn vinden als je op reis bent en je bent niet van alles op de hoogte? Dat je dat eigenlijk, je weet dat je in Costa Rica bent, maar wat je gaat zien en wat je tegenkomt, dat een verrassing is. Het werkt alleen als ik weet, hoe zeg je dat? Het volste vertrouwen in een goede reisbegeleider. Daar is echt geen twijfel over mogelijk. Misschien dat een beetje helpt. Ja, dat is interessant. Nou, dus laat in de comments weten of jij ook zo'n reis zou willen met dus een kundige reisbegeleider. Ik hoop dat Linda het over mij heeft. of je dan ook met mij op reis wil of dat ik zo'n reis voor je uitstippel. Solin, even een koffiestop. En wat vind jij daarvan? Nou, die kwam bij surprise. Niks aan de hand hoor. We nemen gewoon een afslag. En een koffiestop. Nou, dat herken ik niet van Kim. Hij heeft het nog nooit eerder gedaan. Nee, precies. Maar het komt wel goed uit, want ik moet even naar de banjo's. Ja, Lin is echt helemaal van slag. Koffiestop. Nou, goed. Door de plotselinge koffiestop, dat ze zelfs een stuk taart heeft genomen. Een stuk taart. Ja, hoe is dat? Ja, doe maar para llevar to go. Als je vriendinnetje je nog steeds voert na 9 jaar relatie, dan zit het nog steeds snor. Nou, ik heb een guanabana. Dat is ook gewoon lekker. Nou, ik denk dat we er nog één to-go gaan doen. Maar goed, Lin, het is eigenlijk wel goed. We moeten vroeg eten vandaag. Nou, er zit daar dus ergens. We moeten hem even goed aanwijzen. Daar in een papegaai, daar! Terwijl Linda de camera pakt. Kijk, de reden dat we bij Mi Finca zijn gestopt is omdat hier altijd ara's zaten. Papegaaien, soms ook een toekan en dergelijke. Maar door COVID helaas zijn hier heel weinig toeristen geweest. Want dit is echt een tussenstop op weg naar de Nicoya Peninsula of naar Liberia. En dan maakte ik altijd een stop. En dan reed die bus, die reed dus echt vlak voor waar dat busje nu ook staat. Daar parkeerden we dan. En dan zei ik altijd, nou jongens, even lunchen en neem je camera mee. En verder vertelde ik niks. En dan waren er altijd mensen die even rond gingen lopen. En die kwamen dan vol enthousiasme. Oh, Kimo, er zijn hier papegaaien. Ja, dat wist ik natuurlijk al lang. Maar dat, ik had gehoopt dat Linda dezelfde sensatie zou hebben. Maar helaas. Er is er één. Nou, ik pak even een andere camera, zodat jullie die ook kunnen zien. Ik kan het net niet lezen, Hospital de Nicoya. Hospital La Anexion. Hier, pak jij even. Ja. Kijk. Daar is de emergencia. Nee, dat zie je ook daar staan. Dat bord daar. Hier is eigenlijk mijn reisbegeleider bestaan begonnen. Want ik was hier met Tim, Lonneke, Dieneke en Linda. Andere Linda. Niet die van Arnold, maar nog een ander.
lonnekenregen, blinde darmontsteking. En toen gingen we met spoed naar het ziekenhuis hier in Nicoya, want we zaten in Samara. En hier hebben we de hele nacht gezeten totdat Lonneke haar leven werd gered door, ik zeg het altijd, Giel Montagne. Dat was een dokter met een enorme snor. En Dieneke moet hier heel erg om lachen, omdat ik voorheen altijd Tette Braak zei. Of bedoelde ik Tette Braak? Nou, dat weten we allemaal niet meer. Maar de urban legend is natuurlijk dat ik Lonneke's leven heb gered door naar het ziekenhuis te gaan. En hoe langer het verhaal geleden is, hoe meer het verhaal wordt dat ik gewoon met mijn eigen handen haar geopereerd heb en haar blinde darm heb verwijderd. Dus, maar dat is hier begonnen, want toen ik ging solliciteren bij Sawadi, toen kwam de vraag van ja, wat is het ergste wat je op reis hebt meegemaakt? Nou, toen heb ik dit verhaal verteld. De ironie wil dat mijn eerste reis met Sawadi, die wederom naar Samara en dus ook Nicoya ging, moest ik weer naar het ziekenhuis, want toen brak iemand zijn vingerkootjes bij het surfen. En toen waren we hier en toen zei de arts, we moeten even röntgenfoto's laten maken. Ik weet waar ik moet zijn, want daar was ik met Lonneke ook al geweest. Ja. En ik wilde dat nou inmiddels wel eens een keer zien. En nu staan we er. En nu staan we er, ja. Ja, ik heb wel chills, ja. Als ik er naar kijk. Ja, en ik weet nog dat Lonneke, die had een boekje bij zich. En daarin hield ze de uitgave bij. En toen heb ik in dat boekje geschreven, volgens mij is Lonneke de mol. Memory lane, we gaan door naar onze eindbestemming. Nou, welkom in Tamarindo, wat gewoon eigenlijk een toeristische bestemming is. Ik ben hier nog nooit geweest, dus dat is voor mij helemaal nieuw. Druk jongen, druk! We gaan nu even lunchen en dan gaan we naar onze activiteit van vanavond. Ja. Very welcome to El B restaurant bar. Perfect. Now we have happy hour, amigo. Cuba Libre also in the happy hour? Yeah. Yeah? Do you have Cuba Libre? To Cuba Libre. Cuba Libre. And what, sure. What rum do you use? Yes, I'm going to use Flor de Caña. Flor de Caña. There's only one rum. Yes, Flor de Caña. You're welcome. Thank you. Welkom bij LB in Tamarindo. We gaan even snel lunchen. We hebben een uur en een kwartier. En dan gaan we door naar de volgende activiteit van vandaag. Awesome. Mm-hmm. 5 minuten. Daar staat alle tours liggen die je kan doen. Ik hoor het wel. Het is prima. Er is animo, dus ik denk dat het gewild is. Nou, leuk. Ik heb er zin in. Ik ben heel, heel benieuwd. Net het strand opgekomen en hier zou dus ergens, op dit strand zou dus ergens een schildpad zijn eieren moeten leggen en hopelijk hebben we geluk. En we hebben sowieso wel geluk dat de maan bijna helemaal vol is, dus er is best wel veel maanlicht. Komen er dus verschillende aan land. Dat is wel heel bijzonder. En dan zoeken ze een plekje daaronder. En dan gaan ze beginnen met een enorm gat te graven. Dat duurt uren met die poten. Het is serieus graaf wat hier gebeurt.
komen hele stofwolken omhoog. Maar ja, de bedoeling is dat als, nu is het allemaal nog het droge zand, maar de bedoeling is dat ze moeten graven tot het nat zand is. Nou ja, het duurt best wel even.